Een hele goede morgen. Welkom in het huis van Zeik en Zeur. En welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ze zitten nu allemaal lekker aan tablet. Het is nu 10 uur. Tot 2 minuten geleden had ik alleen maar... eten aan mijn kop. Ik ga nu fruit maken. En luiers doen. En dan zien we het wel weer. Ik heb hier... Oh, echt. Mijn huid is niet wat het moet zijn. Maar goed, het is zoals het is. Ik ga even fruit maken. Want... Gisteren heb ik wel even wat veranderd. Ik heb... Dat kastje heb ik voor de tv neergezet. Want ik werd helemaal koekoek. Dus ik heb ook wat speelgoed weggedaan. En ik heb ook wat speelgoed gekocht voor Jordi. Daar zit een reden achter. Jordi houdt nou eenmaal niet van cadeautjes. En wat we bij Jordi moeten doen is hem tussendoor gewoon eens wat geven. Ik heb natuurlijk wel al houtspeelgoed staan en alles voor die grijze dakduif. Maar ik kwam dit tegen bij de kruidvat. En ik dacht, dit is eigenlijk wel wat voor Jordi om mee te oefenen en te leren. Ik kan dat later ook ergens aan ophangen, et cetera. Dus dat... jullie gaan nu een stukje daarvan zien. Hij vond het eigenlijk gelijk al leuk, maar ik moet dat langzaam introduceren. Mochten jullie in de toekomst vragen daarover hebben, over waarom Jordi met bijvoorbeeld Sinterklaas enzovoorts niet zoveel cadeautjes heeft. Jordi krijgt tussendoor altijd wat. Want het heeft gewoon geen nut om hem iets te geven met zijn verjaardag of Sinterklaas zelf. Hij wil het gewoon niet. Hij vindt het gewoon helemaal niks. En tegen die tijd dat het zijn verjaardag is, vindt hij dat speelgoedje juist weer leuk. Het kost gewoon enorm veel tijd en energie om hem nieuwe dingen te introduceren. Dus vandaar dat wij daar dat mee doen. Dus, maar jullie gaan nu even een stukje zien. Nee jongens, nee, is niet van jullie. Wegwezen. Oh, nou, dan moeten we even die keer op de zeggen dat ik er zo snel mogelijk in onder ben. Hier, doe dan drukken. Samen doen. Een loodgieter. Jawel! Kom hier. Afblijven. Ja. Ik vond het wel een geslaagde eerste poging. Hij heeft ook nog een giraf gekregen waar dat hij op moet drukken. Maar dat vindt hij minder leuk. Maar dat zijn wel de speelgoeddingetjes voor zijn motoriek, et cetera, om te oefenen. Dus dat. En voor de rest, ik heb de Duplo naar beneden gehaald. Die stond op Liam's kamer, maar die heb ik naar beneden gehaald. Daar heeft Liam de hele ochtend al mee gespeeld. En ondertussen ruzie gemaakt met Sam. En Sam weer ruzie gemaakt met Liam. En samen gespeeld met de Duplo, maar ook weer niet. En dat. Dus we doen het ermee zoals het komt. Op dit moment heb ik ook wel heel veel zorg. Jordi heeft een rode kont van heb ik jou daar. Ik ben daar echt zo hard mee aan het knokken. Om hem schoon te houden, ingevet te houden, enzovoort. Liam en Sam gaat eigenlijk al wel weer een stuk beter. Ze snotteren wel nog, et cetera. Maar ja, het is zoals het is. En daarom heb ik ook besloten, samen met school, alle drie de scholen, dat ze gewoon thuis blijven tot na de vakantie, zodat ze weer fris kunnen beginnen. Want anders hadden ze vandaag naar school gemoeten voor 1 dag. En dat werkt gewoon niet. Laat ze maar lekker gewoon goed uitzieken, dat ze weer goed er tegenaan kunnen. Er was eigenlijk iedereen het gewoon mee eens. Dus dat. En ik ben een moeder die haar kind liever laat uitzieken. En dat daarna weer alles kan. Als dat ik een half ziek kind nog naar school ga sturen. Ik ben toch thuis. Dus ja, dat. Maar dat betekent dus ook dat daarom de vlogs allemaal wat later zijn. Ik ben nog even aan het bedenken hoe dat ik het ga inplannen. Dus
ja, vandaag komt er sowieso nog geen vlog online. Want ik ben gewoon zelf nu ook gewoon kapot moe. Vannacht is Niels nog bij Jordi geweest. Want Jordi die heeft gewoon ja, last van meerdere dingetjes momenteel. Zoals zijn buik, het snotteren enzovoorts. Dus ja, nou, het is zoals het is. Ik ga even fruit maken. En er even voor zorgen dat iedereen weer wat gegeten heeft. Ik heb ze allemaal even hun bed ingetiefd. Ik ga even zelf wat eten. Na het eten moeten we namelijk naar een nieuwe bank kijken. Want, of ja, moeten. We gaan naar een nieuwe bank kijken. Deze bank is gewoon echt kapot. Ik heb er altijd kleedjes op liggen. Maar bijvoorbeeld hier. Hij is op sommige plekken ingezakt. Je zit er niet meer lekker op. Sommige plekken zitten nog wel oké. Maar dat was het ook wel. En Niels en ik hebben gewoon genoeg geld gespaard om een bank te kunnen halen. En ja, we hebben naar bank gekeken. En we willen natuurlijk wel voor de komende jaren klaar zijn. Hè? Het is niet dat we volgend jaar weer een nieuwe bank willen gaan kopen. Dus ja, het voordeel is wel dat Niels nu voor zichzelf is begonnen. En dat nu wat makkelijker gaat. Ja, maar die nieuwe bank is gewoon nodig. En het is echt heel stom dat ik het zeg, maar ik vind het echt veel geld. En ja, we hebben wel een bank op het oog, ook voor de toekomst. Dat iedereen gewoon genoeg ruimte heeft hier. Aangezien we wel echte bankzitters zijn. Dus ja, dat wordt wel de eerste echte dure aankoop qua meubels. We hebben zelf nooit zoveel geld uitgegeven aan meubels. Normaal doen we het altijd met krijgertjes, kringloop, dat soort dingen, marktplaats. En ja. Ik ben normaal niet degene die zegt van we gaan dat nu doen. Maar Niels die zei van Mandy, je hebt wat geld aan de kant gezet voor dit. Want ik ben al echt, ik heb overal potjes voor. Een potje voor dit, een potje voor dat, een potje voor zus, een potje voor zo. En ja, ik heb gewoon geld apart liggen voor deze bank. En ja, mocht dat nodig zijn, dat ik het gewoon kan kopen. Niels, we hebben een bank gekocht. Jee. En gelijk een tafeltje erbij. Ja, over anderhalve week komen ze hem leveren. En daarna zijn we even naar de McDonald's gegaan voor milkshake. Heb je hier nog papiertjes? Nee, ik heb geen papiertjes. Een desbordkastje. Maar ja, we hebben dat dus gehaald. Dus we zijn het even aan het opdrinken. Anyways, we zijn nu weer binnen. Het is één grote persbendie, maar dat maakt niet uit. Milkshake. Die kan ik in de was. Ja. Milkshake is goed bevallen. Ik heb hem voor de zoveel op. Nou verder gaat drinken, ben ik echt ziek. Dus Niels mag hem opdrinken. Nee. Nee, ik moet nu zorgen dat ik niet geen dumping krijg. Dus ik moet even rustig aan doen. Maar soms is het gewoon even iets dat je er echt even behoefte aan hebt. Nou, dat hadden we nu. Goedemorgen. Ik denk dat er iemand wakker is. Volgens mij ben jij dat. Echt waar? Oh. Liam en Sam zijn ook al even wakker. Nog niet heel lang, maar wel even. En Jordi die heeft uitgeslapen. Het is bijna 9:30. Als hij het nodig heeft, heeft hij het nodig. Hey Jordi. Ga je mee naar beneden dan? Mam heeft dan een flesje klaarstaan voor jou. Een luiertje even. Dik, dik, dik. Hi. Dik, dik, dik. Hi. Kom maar. Geen twee. Hoppakee.
Goedemorgen, Moppie Poppie. Dag, Poppie Poppie. Hi. Niels die is naar mijn ouders toe, want mijn ouders hebben een flinke verbouwing voor zich. Moet getekst worden en alles. En mijn moeder kan dat niet allemaal alleen en mijn vader kan niet schilderen. Mijn vader heeft twee linkerhanden, dus Niels die is naar mijn ouders toe om daar mee te helpen. Ze krijgen een nieuwe vloer, dat soort dingen allemaal. Ja, er moeten voorbereidingen voor gedaan worden en Niels gaat daar helpen. Dus dat. Ja, dus ik weet niet wanneer Niels thuis is. Ik weet niet hoe lang dat gaat duren. Dat weet ik allemaal niet. Dus, maar hij is in ieder geval naar mijn ouders toe om daar te helpen. Ja, en dan wordt er vandaag als het goed is getekst. De vloer eruit getrokken. Geschilderd. En ja, dat. En dan kan er van de week daar geëgaliseerd worden. En dan... ja, dat. Hi! Ja, gaan we naar beneden? Ga je mama pakken? Goed zo. Ik ga me even naar beneden tillen. Dat kan ik niet met mijn filmpje. Lekker spelen! Little People en Playmobil, dat kan. Dat mag. En dat kan. Ik denk dat ze zo al dik half uur aan het spelen zijn. Ik vind het helemaal mooi. Zo schattig. Samen doen, hè? Samen spelen. Af en toe moet ik dat wel zeggen. Maar dat gaat gewoon goed. Ik ben met de kindjes aan het spelen. En ik hoop dat ik het zo kan filmen. Goed zitten. Kom hier. Goed zitten. Ga zitten. 1, 2. Je moet iets meer in het midden, anders ga je helemaal om. Iets meer in het midden, jongen. Ja, maar dan ga je om. Goed zitten. Ja? Je moet goed zitten. Goed vasthouden, hè? 1, 2, 3. Wil jij ook? Dan doen. En ook met deze kleine vent. Yay! Dus ja, en Jordi is hier. Jordi heeft altijd al buikpijn, dus daar ben ik ook nog mee bezig. En nu is het nog bij mijn ouders, ze zijn wel goed op weg. Nou, ik heb het lang uitgehouden, maar ik heb Liam nu naar boven gebracht. Want ik... Sam ligt in bed, die was zo moe, zo chagrijnig, dus ik heb hem naar bed gedaan. Joefie die denkt bij de rijgen, laten we maar op kussen gaan liggen. Jordi is nog steeds wakker, maar ja, die heeft uitgeslapen. Dus daar gaat het allemaal gewoon prima mee. En Liam, die laat ik heel even boven. Niels is nog steeds bij mijn ouders. Ondertussen hebben de kinderen al gegeten. Ik nog niet. Ik wacht totdat de kinderen naar bed zijn en dan pas ga ik eten. Eerder niet. Maar ondertussen staat er hier iemand mijn broek omlaag te trekken.
Ja, jij. Stap mijn broek omlaag te trekken. Jawel. Kom, aan de kant. Laat me nou. Liam, ga filmpje kijken. Ik ben wel klaar met de kinderen. Ze moeten daar ook naar bed. Dus ik ga dadelijk daarmee aan de slag om ze naar bed te krijgen. En het is niet zeg maar wat ze gewend zijn. Dus ik moet even kijken hoe dat het allemaal loopt. Want ja, normaal is papa erbij. Dus ik ben benieuwd. En dan is het tijd om ze naar bed te doen. Sam heeft zijn pyjama al aan, fles. Liam heeft pyjama aan een fles. Jordi moet ik nog doen, maar die krijgt altijd het eerste fles. Want hij heeft altijd nog een beetje poeperij als hij dat heeft gehad, de fles. Dus die doe ik altijd aan het eind. En dan ga ik daar die twee jongens alvast hun nest in bonjouren. En dan ga ik Jordi in zijn nest gooien. En dan ga ik zelf even eten. Bij mijn ouders zijn ze in ieder geval goed aan het opschieten. Goedemorgen. Oh, wat hebben ze papa toch allemaal gemist gisteren, hè? Ik ben ook aan jou. Ja. Maar je kan wel merken dat ze jou gemist hebben, toch? Mm-hmm. Ja, want ze hebben mij de hele dag niet gezien. Nee. Normaal zien ze mij nog 's morgens of 's avonds. Ja. Of allebei. Alleen Jordi mist papa niet zo, want papa is vannacht nog bij Jordi in bed geweest. Maar die andere twee knapen van ons. Zachtjes doen, hè? Liam, niet over je hoofd heen. Nee, nee. Niet over je veen. Nee. Oh. Kun je ook een keer rustig doen? Als je 1, 2, en dan 3. Nico, Liam. 1, 2. Liam, stoppen. Maar je wil graag in de camera kijken. Ja, dat snap ik. Dat mag je normaal ook.
Ah, dat is lief. Ja. Mama heeft jouw kamer opgeruimd. Mama heeft jouw kamer opgeruimd, gepoetst. De kamer van Jordi opgeruimd en gepoetst. En de kamer van Sam opgeruimd en gepoetst. En ik heb onze kamer boven opgeruimd en gepoetst. Ja. Heb ik allemaal gedaan. Ernstig, hè? En ik heb alle was bij. Dus dat is ook goed. Dan kunnen jullie straks douchen en naar bed. Haha. Kan ik hier beneden gaan beginnen. Hi. Hi. Hallo. Nee, niet mijn telefoon pakken. Nee. Stelletje ratten. Dus ja, ik heb genoeg gedaan en nu ben ik eten aan het koken. Wat eten we, Niels? Aardappel, anders. Met wat? Met gekookte aardappels. Nee, niet met gekookte aardappels, mafkees. Nee, met aardappelschijfjes en een schele mus. En rooibieten. Ja, rooibieten! Buts. Hey! Hey! Dus dat. Ik ga heel even naar mijn eten toe. Nou, en dit is een heel goed voorbeeld van Jordi en dat hij buikpijn heeft. Jordi is... Ja, vertel. Dat hij buikpijn had. Dat hij buikpijn had, ja, dat klopt. Jordi lag te slapen na het douchen. En dat ging allemaal prima. En toen werd hij weer wakker. Toen sliep hij weer. Toen werd hij weer wakker. En toen was het janken, janken, schreeuwen, schreeuwen. En toen hadden we hem geholpen. En nu is hij weer ontspannen. En hij gaat ook naar bed. En wij gaan ook niet heel veel meer doen. Maar wat we wel gaan doen is deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.